Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik een date night look voor jullie creëren. Dus als jullie benieuwd zijn hoe ik deze smoky eye, maar toch wel hele natuurlijke look heb gecreëerd, blijf er vooral eventjes kijken. Goed, we gaan beginnen en ik begin met het sponsje. Helemaal schoongemaakt. En daar spuit ik een beetje setting spray op. De Flawless Mix & Fix Matte. Heel fijn is deze. Zo, het sponsje is even aan het intrekken met de setting spray erin. Vervolgens ga ik even een beetje dagcreme opbrengen. Dus eerst lekker een beetje moisturizen. Voor degenen die mijn vorige video niet hebben gezien. Het is dus de hydraterende dagcreme van de Kruidvat die ik gewoon gebruik. Ik ga dus deze twee mixen. L'Oreal Infallible kleur 11 en kleur 20. Goed, de twee kleuren heb ik nu op mijn hand gemixt. En dat ga ik nu aanbrengen met het sponsje. De foundation zit erop. Zoals je kunt zien is die mooi gedekt. En zie je ook veel minder de puistjes die hier aan de onderkant aanwezig waren. Omdat ik toch nog her en der van dichtbij wat dingetjes zie, ga ik even zoeken naar een concealer. Ik heb hier een hele bak met make-up voor me staan. En daar moet die ergens in liggen. Dus ik ga even kijken. Ik gebruik nu de L'Oreal Infallible Concealer in de kleur Oatmeal. Dat is nummer 324. Hij is heel dekkend. Dus gebruik weinig. Je hebt echt maar heel weinig nodig. Ik ga even kijken waar ik dingetjes zie. Nou, ik zie hier een paar dingetjes. Dus ik zet hier een paar stipjes zo. Zodra ik concealer heb aangebracht, is het wel zaak dat je zo snel mogelijk het gaat uitblenden. Want het is een matte concealer. Dus als je er te lang mee wacht, kan het zijn dat het wat moeilijker gaat. En dat je de concealer dus niet makkelijk en mooi verspreid krijgt. Ik heb mijn spiegel even verplaatst. De concealer en foundation zitten erop. En ik ga nu verder met het maken van een ooglook. En ik ga dat doen met dit palet. Dat is het Makeup Revolution Flawless Matte 2 palet. En daarin zitten 32 kleuren. 32 oogschaduwkleuren. En daar gaan we vandaag een mooi lookje mee maken. Speciaal voor jullie nog even een close-up van het palet met alle 32 kleurtjes. Ik pak allereerst even een oogschaduwkwastje. Dit is kwast nummer 5 van BH Cosmetics. En die zat in een pakket met nog een aantal andere kwasten zoals deze. En daar heb ik dus het oogschaduwdingetje van. En dan ga ik eerst even met een normale poeder. Dit is de Kiko Ocean Feel poeder in medium beige. Ga ik een soort van oogschaduwbasis creëren. Dus die ga ik gewoon zachtjes over mijn ooglid heen halen. Nu pak ik een nog kleiner kwastje. Dat is deze. Ook van BH Cosmetics. En het nummer is 9. Ik ga deze kleur pakken. De kleur Tone ga ik pakken. En daarmee ga ik een lijntje tekenen om mijn oog. Ik heb nu een lijntje hier onder mijn oog getekend en eentje op de bovenste ooglid gezet. Heb ik ook aan deze kant gedaan. Ik moet wel zeggen, van het palet komt echt heel veel kleur af. Dus als je op zoek bent naar een mooi oogschaduwpalet met een heleboel kleuren en goede pigmentatie, dan zou ik deze zeker aanraden. Het zijn wel allemaal matte kleurtjes, dus daar moet je van houden. Maar ik heb altijd zoiets van, ik heb liever matte kleuren, want dan kan ik ze altijd nog shiny maken. En shiny kleuren kun je namelijk niet meer mat maken. Dus oké, wat ik vervolgens ga doen, ik ga een soort van smoky eye look creëren, maar wel gewoon natuurlijk. Van het palet pak ik de kleur top, dat is deze kleur. Die zit een klein beetje naast degene die we net hebben gebruikt. Dus dit was de kleur van onder mijn oog. En dit is de kleur die we nu gaan gebruiken. Vervolgens pak ik de A12 kwast van Anastasia. En die doe ik in de kleur 1, 2 rondjes van de kleur die we net hebben gebruikt. En deze kleur heet Top. Dan gaan we even kijken of deze kleur ook echt top is. Dus we zetten hem hier. En we gaan langzaam blenden. Het is belangrijk om wel te focussen op het einde van de oog. En dan de ronding van het oog te volgen. De
kleurtjes zitten erop. En omdat deze kleurtjes mat zijn en ik toch vandaag wat extra glitter wil, ga ik daar wat glitter aan toevoegen. En dat ga ik doen met de highlighter van MAC. Dit is de Soft & Gentle highlighter. Hele mooie highlighter, maar ook goed gebruik voor op het oog. En dan pak ik deze 223 kwast van Zoeva. Doe ik lekker in de highlighter zo. Lalala. Mag wel lekker veel zijn. En dan ga ik hem op mijn oog aanbrengen. En dat is dus hier. Eigenlijk in het hoekje van het oog. Doe ik altijd nog even mijn... Ja, hoe heet deze dingen eigenlijk? Ik noem het eigenlijk traanoogjes. Nou, in ieder geval de hoekjes van mijn oog mee. Tijd voor mascara en ik gebruik dit keer de Very Different Unlimited Waterproof Mascara van L'Oreal. En die zit in deze grappige verpakking, want je kan het flaconnetje namelijk ook buigen. Dus zo kun je heel makkelijk bij de kleine haartjes. De mascara zit erop. Zoals je ziet is het al een wat heftigere look. Maar hij is nog lang niet af. Want we moeten ook nog wenkbrauwen en gaan contouren. En natuurlijk het haar nog doen. Dus we gaan heel snel door. Eerst ga ik mijn gezicht even afpoederen. Dat heb ik ook nog niet gedaan. En dat doe ik even met de Kiko Ocean Feel Compact Powder. En deze PH Cosmetics kwast. Staat helaas geen nummer op ofzo. Gewoon even in zo. En die haal ik over mijn gezicht. Poeder zit erop. Gaan we door met contouren. Daarvoor ga ik dit keer deze kwast gebruiken van Real Techniques. En als contourpoeder de Hoola van Benefit. Deze is gewoon echt perfect qua kleur, dus ik gebruik deze echt heel graag. Gezicht is gebronst. En nu ga ik een mooie blush aanbrengen. Ik gebruik deze blush van Kiko in deze kleur. En deze is ook echt heel mooi. Heeft een hele mooie glans. De kwast zachtjes in. En dan lachen. Nu gaan we deze wenkbrauwen even doen. Ik kam ze eerst eventjes naar boven. De kwast die ik hiervoor gebruik is van Anastasia. Maar er staat helemaal niks meer op. Hij is echt al heel oud. Maar dit kwastje kun je nog steeds kopen. Dus dat is deze. En het kwastje wat ik voor de blush had gebruikt, was ik even vergeten. Dat is deze mooie roze kwast van Real Techniques. Voor de wenkbrauwen ga ik dit keer Anastasia Dip Brow gebruiken. In de kleur blond. Want ik ben blond. Deze kleur is taupkleur, dus als je hem wat donkerder aanbrengt, kan die ook perfect voor donkerblond, bruin, lichtbruin. Maar dit is de mooiste kleur voor mensen, zoals ik, blondines, donkerblond. En dan ga ik hem aanzetten. Ik begin altijd met de bovenkant, dus ik begin hier. Ik teken een heel dun lijntje. Wenkies zijn ook helemaal gedaan. Vanavond ga ik dus uit eten, dus ik wil niet een hele heftige kleur lip of zo op hebben. Dus ik ga dit lippenseal van Kiko gebruiken in de kleur 504. Het is een taupe kleurtje, ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Heel mooi natuurlijk, dus perfect voor deze avond. En die ga ik eventjes aanbrengen.
dus de final look. Ik ben wel tevreden zo. En ik ga er even wat settingspray over aanbrengen, zodat het mooi blijft zitten. Zo, de make-up look is helemaal klaar. Ik ga nu even snel mijn haar doen. Kammen. Dat doe ik by the way met de tangle teaser. En dan ga ik er wat droog shampoo in aanbrengen. Ik gebruik deze van Bad Head. Heel fijn. Ook de geur is echt heel lekker. Och, die geur is echt alsof je op vakantie gaat naar Hawaii. Heerlijk. Nou, zoals je kan zien, krijg ik er al gelijk veel meer volume van. En ik ga denk ik ook gewoon zo laten. Misschien nog even vastmaken met een speldje straks. Maar ik denk dat dit gewoon de look gaat worden voor vanavond. Zo, dit is dus de look voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En laat eventjes weten of je deze setting ook leuk vond. Het is namelijk een andere setting dan de vorige keer. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doeg!